Kijk, de ene gast komt hier voor een gezellig avondje uit. En de andere gast die krijgt misschien problemen met het spelen in het casino. En dat zie je nooit, dat zie je niet aan de buitenkant. Een bezoek aan het casino is niet geheel vrijblijvend. Je merkt het al bij binnenkomst. Hallo. Iedereen moet zich legitimeren en belandt in een uitgebreid registratiesysteem. En dat is niet voor niets. Dus op het moment dat een gast registreert die een signalering achter zijn naam heeft staan, op het moment dat waarvan eerder al is aangegeven, joh, met die gast gaan we praten, dan krijg ik een telefoontje van Renko, wil je graag komen, want ik heb een gast in gesprek voor je. Mensen met een hoog risico worden er meteen uitgepikt voor een gesprek. Bijvoorbeeld omdat ze heel vaak komen. Dat overkwam ook Gérard van Toor. Hij komt elke week minstens één keer naar het casino en werd daar een jaar geleden op aangesproken. Dan proberen ze door te lichten en dan gaan ze kijken van ja, is die man wel in staat om steeds maar te komen hier? Maar Gérard is niet de enige. 1 op de 500 gasten krijgt zo'n gesprek. Maar niet iedereen reageert daar zo positief op. Soms voelen mensen zich ook in hun privé aangetast. Hè, want dat mensen soms reageren van joh, waar bemoei je mee als casino zijnde. Maar op het moment dat ik de aanleiding van het gesprek meer uitleg, waarderen ze het altijd. Veel waardering dus, maar er gebeurt meer. Die andere gast komt eraan lopen en die claimt dus ook dat stukje op nummer 28. Een van de 200 camera's heeft een ruzie vastgelegd. Een man bij de roulettetafel beweert ten onrechte dat zijn fiche op het winnende nummer ligt. Dat is voor Petra van der Vliet reden om iemand meteen na te trekken. En dan kunnen we altijd even kijken, van is die man vaker, of is die gast vaker bij claimgeschillen betrokken geweest? En had hij nou altijd gelijk of was dat nou altijd de andere partij? En dat kan een reden zijn om toch een gesprek met hem aan te gaan. Maar misschien gaat het wel helemaal niet goed. Dat gesprek is in een aparte ruimte met een speciale preventiemedewerker van het casino. Gaat u zitten. Als u nou voor uzelf nagaat, hè, het moment dat u voor het eerst in het casino kwam en tot op heden. Staat u dan in de plus of staat u in de min? Nu sta ik in de min. Ja, en veel? 1500 euro ongeveer, denk ik. Dat vind ik veel. Dat vind ik een groot bedrag. Vaak volgt dan een toegangsbeperking. In dit geval mag de gast nog maar 2 keer in de maand komen. In Utrecht hebben bijna 1500 mensen zo'n beperking. En bijna 900 mogen er voorlopig helemaal niet meer in. Maar dat gebeurt niet zomaar. Er gaan flink wat gesprekken aan vooraf. Soms dan kom je er niet doorheen. Maar meestal bereik je gewoon door rustig vragen te stellen. En dan dat je daarmee datgene bereikt wat je wil bereiken. Dat iemand er zelf over na gaat denken. Zo wordt een casinomedewerker soms bijna een hulpverlener. En dat lijkt tegenstrijdig, maar is volgens de medewerkers goed uit te leggen. Gasten hebben nog steeds, die hier komen, hebben een stukje eigen verantwoordelijkheid. Je kan er als bedrijf zijnde zoveel mogelijk aan doen. Aan proberen te doen om te proberen dat ze niet in de problemen komen. En dat is wat ons preventiebeleid inhoudt. Gérard is er in ieder geval tevreden mee. Hij komt nog steeds graag naar het casino. En ik kreeg Bron nog een diner ook aangeboden. Dat is wel helemaal aardig natuurlijk. Dus we hebben heerlijk gegeten hier. Dus preventie, uitstekend geregeld. En de medewerkers zelf kunnen niet eens in de verleiding komen. Zij krijgen een entreeverbod bij indiensttreding. Maar dat geldt gelukkig niet in het buitenland. Op vakantie dan ben ik wel altijd nieuwsgierig, hè, om in het buitenland naar een casino te kijken. Maar ik heb helaas nog nooit wat gewonnen.